Ja, ik heb hier Johan bij me van de ambachtelijke chocolademakerij Schola aan de Vaart in Mechelen. Zeg Johan, vertel eens, hoe ben je daar ooit mee begonnen eigenlijk? We zijn 11 jaar nu begonnen. Ik ben eigenlijk een bakkerszoon. Dus ik ben in 2006 gestopt met de bakkerij en dan ben ik daarna begonnen met chocolade. Ongeveer een jaar later. Eerst heel klein en dan stilletjes aan uitgebreid. Omdat ik dat wil. Ja, een heel plezant ding om te doen. En, doe jij het helemaal alleen? Ja, samen met Katrien, met mijn vrouw, doen we alles. Ja. Chocolade is toch nog in deze tijd, hè? Chocolade is altijd in, hè. Altijd geweest. Allee, sinds heel lange tijd. En nog altijd. Het is een product dat nog altijd heel lekker is en heel goed verkoopt. Zijn er veel variëteiten eigenlijk in de kwaliteit van chocolade? Er is heel veel, hè. Ja, uiteindelijk kun je in je chocolade, in je recept, veel suiker doen, weinig suiker. Verschillende soorten melkpoeders enzovoort. Ook de belang van de cacao, van de kwaliteit van de cacao, van de cacaobonen enzovoort, is allemaal heel belangrijk. Je kunt in principe duizenden verschillende recepten maken, verschillende chocolades maken, van heel goed tot ja, heel minder goed. Wat is eigenlijk de beste chocolade? Want in de winkels zie je van alles liggen, van percentages, 60%, 40%, 90%. Wat is het verschil erin? Het cacao-percentage zegt uiteindelijk ja, hoeveel cacao dat erin zit in je chocolade. Nu, je kunt perfect verschillende chocolades met eenzelfde cacao-percentage hebben. Dat betekent dus als je, ik zeg zo maar iets, 70% cacao-percentage hebt, dan kun je 10 verschillende chocolades maken in hebben. En dat hangt gewoon af van de selectie van de cacaobonen. Die maakt dat de chocolade anders smaakt. Ja, ook al heeft het hetzelfde cacao-percentage. Dat kan perfect. Ze zeggen ook altijd dat de chocolade gezond is. Is dat zo? Het is op zich wel een gezond product. Caloriewaarde, ja, dat weet iedereen dat dat nog aan de hoge kant ligt. Maar er worden geen additieven toegevoegd. De meeste, of bijna alle chocolades, zijn gewoon cacaobonen, suiker en melkpoeder. Er wordt niet E-nummers enzovoort aan toegevoegd. Ja. Je doet vandaag mee aan de dag van de ambachten. Nee. Hoe belangrijk is dat voor jullie om dat eens aan de mensen te kunnen laten zien? Ja, dat is heel belangrijk. Ja, ik vind dat wel. Mensen weten vaak niet hoe dat alles in zijn werk gaat, hoe dat alles gemaakt wordt. En dat geeft ons een keer de kans om dat uit te leggen. Om te laten zien, voilà, kijk, dat gaat op die en die manier. En soms gaat er voor sommige mensen een hele wereld open, om zo te zeggen. Ja. Je wilt je kennis van chocolade ook overdragen aan andere mensen, hè? Want je doet ook workshops. Vertel daar eens iets over. Ja, we doen gemiddeld 3 keer per week een workshop. En dan kunnen mensen eigenlijk bij ons komen werken met chocolade. Ze kunnen dan een holgoed figuur maken of pralines of gelijk maar. Ja, je kunt er gewoon op inschrijven en dat duurt ongeveer 3 uur. Ja, via de website? Dat kan via de website, ja. Daar staan meestal een hele lijst met data op waar je kunt op inschrijven. Ja. Ik heb hier Lut en Mark bij me, bij Crescendo zitten we nu. En jullie geven eigenlijk les koken. Dat is toch wel een van de oudste ambachten momenteel, hè? Ja, dat klopt. De mens zonder koken en eten gaat niet, want dan blijf je uiteraard niet leven. Dus het is inderdaad al een zeer oud ambacht. De mensen zijn terug geïnteresseerd om nieuwe dingen te leren koken. Dus ik hoop dat het een ambacht blijft. Dat het niet allemaal afgewerkte producten zijn die men in de winkel gaat kopen, maar dat het echt ambachtelijk blijft ook. Zeg, is het avondschool of dagschool? Wat kunnen ze hier allemaal leren eigenlijk? Het is volwassenonderwijs. Vroeger was dat de benaming avondschool, maar het is volwassenonderwijs. Dat wil zeggen dat de mensen hier kunnen komen leren koken, zowel in de voormiddag als in de avond. Je kan hier komen koken dinsdagochtend, zaterdagochtend en alle dagen van de week. Behalve op vrijdag. Ja. Jij, Mark, je hebt ook al heel wat ervaring in het koken en voornamelijk eigenlijk in de bakkerij, toch? Ja, in de bakkerij, ja. Dus ik heb zelf een zaak gehad en ik heb dan 10 jaar les gegeven in het volwassenonderwijs. Bakken is tegenwoordig in, hè, met al die televisieprogramma's en koken ook natuurlijk bij Njam en zo. Het aantal cursisten, blijft dat stijgen? Is daar echt veel belangstelling in? Dat hangt af van jaar tot jaar. Dit jaar zitten we zeer goed met onze cursisten. We hebben
overvolle klassen. Het is te zeggen klassen die vol zijn, want we laten ze niet overvol worden. Dan richten we gewoon een nieuwe groep in. Maar we hebben dit jaar veel cursisten, ja. En misschien is het, vorig jaar waren er iets minder, maar we blijven toch merken dat de mensen geïnteresseerd blijven, zowel in koken als in bakken. Ja. Veel cursisten nemen er normaal deel aan in, ja, ik zou zeggen één les. Hier kunnen tot 16 cursisten plaatsnemen, zodat iedereen ruimte genoeg heeft om te werken. Soms hebben we groepjes, en dat zijn dan meestal de modules die iets later aan bod komen, met 12 personen, met 10 personen, maar meestal zitten we rond de, tussen de 12 en de 16. Ik heb hier Suzanne bij me. Zeg Suzanne, vertel eens, jij hebt toch een heel oud ambacht eigenlijk, hè? Ja, schmoek is eigenlijk de eerste vorm van juwelier en dat waren tatoeages. Dus eigenlijk de tatoeages die nu in zijn, zijn de eerste vorm van juwelen. Maar dat is eigenlijk een oud beroep wat dat zelfs de holbewoners al hadden. Ja. Hoe ben jij ooit in dit beroep verzeild geraakt? Ah, ik heb dat altijd gewild. Vanaf mijn 4 jaar zei ik dat al. Dus op mijn 15, dat was het jongste wat kon, ben ik naar een vakschool voor juwelier gegaan. Technicum de Londenstraat in Antwerpen. Het geluk was dat ik in Antwerpen woonde, dus dat dat ging. En vanaf mijn 16 deed ik 5 avonden per week avondschool, hedendaags juwelen, op het academie daarbij, bij Wim Evans. En dan heb ik edelsteenkunde in Duitsland gestudeerd en bij slijpers gewerkt. En het jaar nadien ivoor snijden, graveren, ciseleren, emailleren. Tropisch hout bewerken in Hanau am Main, Zeichen Academie. Dus het was, ik moest het doen, kon niet anders. Goudsmit, is het dan een verzameling van al die benamingen bij elkaar? Of hoe moet ik dat verstaan? Goudsmit is een deel, dat is het smeden van metaal. En joaillerie, juwelier, is alleen met stenen werken. En dus eigenlijk in België hebben wij de 2 strekkingen. In Nederland en Duitsland zijn meer smeden. En in Frankrijk heeft men vooral la joaillerie. En wij zijn een van de weinige landen waar de 2 technieken bestaan. Dus het drijven van het metaal en het verwerken van het metaal. Of puur alleen de diamanten en kleurstenen laten uitkomen en het goud erachter verstoppen. Dat is het echte fijne juweelwerk. Dus men zegt juwelier of goudsmit en eigenlijk is juwelier de nobelere versie omdat die meer met stenen werken. En een goudsmit is één die meer met het metaal werkt. Ja. Vanwaar die passie voor dat beroep? Dat weet ik niet goed. Ik ging met mijn ouders altijd naar veilingen en ik vermoed, aangezien een juweel klein is, dat ik als kind eerder geïnteresseerd was in de kleine objecten, dat ik die grote kasten en schilderijen niet zag als 4-jarig meisje. Vraagt toch heel veel concentratie dan? Concentratie, dat ga ik niet zeggen, maar ja, passie denk ik om het goed te doen, ja. Oké, bedankt, succes nog. Dankjewel, en jij ook met jouw reportage. Zo, ik heb Juanita en Angelita bij me. We staan hier in de Rode Schaar. Nu kleren maken, ik denk wel dat dat een van de eerste of de oudste ambachten is in de wereld. Ik denk toch een van de eerste, ja. Wat is jullie specialiteit hier in de Rode Schaar? We hebben eigenlijk 3 takken. We werken voor zowel particulieren, de retouches, als dat wij bruidsjurken maken op maat. En wij werken ook voor bedrijven. Dat is allerhande stikwerk dan. Hoe zijn jullie in de zaak gerold hier? Want jullie zijn toch de 3e generatie al, hè? Ja, bij ons is dat eigenlijk stomweg gebeurd. Ons mama en Bobonneke was er altijd mee bezig. En wij zagen dat van kinds af aan. Ja, en zo is de kriebels eigenlijk bij ons begonnen voor, ja, we gaan mode volgen.
Ik heb dan op den duur wel leertijd gevolgd. Ik ben dus heel vroeg in de zaak dan begonnen bij ons mama. En mijn zusje heeft heel een tijd haar studies afgemaakt en dan verder en verder liggen studeren. Twee zussen in de zaak, maar Juanita, jij bent gespecialiseerd in truijjurken, hè? Klopt dat? Ik heb de kans gehad dat ik door de Koning Boudewijn Stichting opleidingen heb mogen volgen, onder andere in Amerika. En daar heb ik dan cursussen kunnen volgen voor echt die technieken te leren. Ik heb ook in Oxford corsetten mogen leren maken, dus ik vind dat wel heel tof dat ik die kans gekregen heb. En daarmee ook dat we zeiden tegen elkaar van we gaan nu met Dag van de Ambachten meedoen, gewoon voor te kunnen laten zien aan meerdere mensen wat dat wij doen eigenlijk. Dat ze ook eens, als ze vragen hebben, dat ze die kunnen stellen en zo. Ja. Het is voor jullie beiden toch echt een passie, kunnen we zeggen. Ja. We doen het super graag. We leven er eigenlijk ook. We hebben heel veel op school geleerd, maar het meeste leren toch ook wellicht door te doen en thuis. En we hebben ook niet anders gezien. Hè. Bij ons was dat ook bijna logisch dat we dat verder gingen zetten. En we doen het graag, alle twee dan. In het begin was het wel dat we zo aan een weg moesten zoeken, want soms botste dat wel zo eens een keer. Maar we doen... Nu niet, hè. Nu voelen we elkaar er heel goed aan. Hè? Ja, dat wel. Serieus? We werken samen, wij wonen samen. We hebben dezelfde vrienden, dus wij zijn continu bijeen. Onze vrienden vinden dat wij een relatie hebben. Ik zou het wel niet kunnen missen, zo. Nee. Zeg, Juanita, truijjurken, die zijn er natuurlijk in duizenden exemplaren, maar als ik die van jullie bekijk, dat zijn toch specialiges, hè? Ja, wij hebben echt klanten die naar iets specifiek op zoek zijn. Of die zeggen van, ik vind gewoon mijn jurk niet in een bruidzaak. Bij ons is ook een groot pluspunt dat je echt kunt kiezen wat dat je wilt. Wil je graag een kleurenjurk? Wil je ze achteraf nog aandoen? Wil je ze op het avondfeest korter hebben? En je kunt daar oneindig veel kanten mee uit. Dus, Heb je zo al speciale vragen gehad van de klant? Eigenlijk bijna elke vraag is speciaal. We hebben zwarte trouwjurken al mogen maken. We hebben er... Gatsby is ook leuk. Ah ja, dat is waar. We hebben nu ook een vraag gekregen, een Charleston jurk. En allemaal met pareltjes, maar ze wil dat voor het avondfeest wat praktischer hebben. Dus we gaan tussen die lagen een rits verwerken, dat je dan onder de knieën het onderste deel kunt afritsen eigenlijk, dat ze praktischer kan bewegen. Ja, en dat ze daar achteraf ook nog geniet van kan hebben als ze na een jaren 20 feestje gaat of zo. Is dat ook allemaal volgens patronen dat je moet maken? Ik moet wel zeggen, vroeger hebben wij op school geleerd dat we echt patroon tekenen, maar nu ondertussen met de praktijk, in de praktijk leren verschillende andere mogelijkheden en nu werk ik liever op de personen zelf. Dus wij maken eerst een twal dat wij afspelden bij de mensen dan, dat we ook de juiste maten hebben en van daaruit werken wij eigenlijk verder. En ik moet zeggen, jullie hebben een fantastisch mooie zaak, hè? Dank u. Maar dat is ook dankzij ons mama en papa, hè? Want in der tijd heeft ons papa dat voor ons mama gedaan, heel deze zaak hier gerenoveerd, dus wij hebben wel echt kans dat we hun ook wel hebben. Hè? Ja, dat we deze pand... En onze oma ook natuurlijk. Zingen retouches, wordt dan ook veel gevraagd? Ja, toch wel. Continu. Dus onze particulieren zijn ook altijd welkom bij ons. Dus, en wij krijgen alle soorten vragen. Van een simpele krop aan naaien, een broekje verkorten, tot echt grote verbredingen. Mm-hmm. Dus dat gaat ook allemaal. Maar daar hou ik mij voornamelijk mee bezig. Ja. Dus. Oké, succes nog allebei. Dank u.